Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag prachtige wolkenluchten met opklaring en nog wat zon, maar geleidelijk neemt de bewolking wel toe. Vanaf de satellietfoto ziet dat er als volgt uit. Een pakket bewolking ten zuidwesten van Nederland, windterrein. En zal de komende uren steeds verder zich over het land gaan uitbreiden. Dat is niet alleen bewolking, daar zit ook wat neerslag bij. En in de avond gaat het van het zuidwesten uit geleidelijk regenen. Het gaat niet zo heel snel, maar aan het eind van de avond is het eigenlijk alleen nog in het noordoosten van het land droog. En hebben we elders dus van tijd tot tijd nattigheid. Zacht weer met temperaturen tussen zee. 7 en 10 graden in de avond en ook in de nacht gaat er eigenlijk nauwelijks meer wat vanaf. Het blijft nat, het blijft bewolkt, regenachtig weer met een wind uit het zuiden, die bij zee af en toe vrij krachtig is, windkracht 5. Morgen draait de wind naar het zuidwesten. Bij zee misschien zelfs even krachtig windkracht 6. Bewolkt weer met van tijd tot tijd regen. In de loop van de middag zijn er wat langere droge perioden, maar het blijft overwegend bewolkt en het is zeer zacht, 11 tot 13 graden wordt het. En het kan nog gekker, want donderdag komt de temperatuur in het zuiden van het land misschien wel aan 15 graden. Het is dan overwegend droog, met wolkenvelden en misschien een. Enkel gaatje voor de zon. Vrijdag is de ruimte voor zon net iets groter, maar levert de temperatuur wel weer 1 of 2 graden in. En ook zaterdag niet zo extreem zacht, maar nog altijd maximum temperaturen in de dubbele cijfers en overwegend droog weer. De vraag is: komt er dan nog winter? Het antwoord is voorlopig eigenlijk niet. Weliswaar zien we na het weekend de temperatuur weer iets dalen en richting het weekend wat daarop volgt, misschien eens een keer onder de 10 graden zakken. Maar vorst, zelfs in de nacht, is nog altijd niet aan de orde. Ik ben Marco Verhoef